Nou, we staan hier bij de Voorstraat. Dat is een primaire waterkering. Dat is een stukje van de primaire waterkering van het eiland van Dordrecht. Bij de Voorstraat hebben we een probleem met wat tekort aan hoogte om te voldoen aan de veiligheid. Dat wordt opgelost door wat vloedschotten te plaatsen en coupures. Dat zijn de wat grotere schotten voor de wegen. Daarmee kunnen we de hoogte halen die nodig is. Taakverdeling is zo dat het waterschap is in principe de opdrachtgever bij de vloedschotten. En de gemeente zorgt voor de nodige handjes. Die handjes die gaan overal vloedschotjes erin hangen waar beugeltjes zitten, langs heel de Voorstraat. En overal de grote coupures dichtzetten. Naast de vloedschotten testen doen we nog meer zaken aan de waterkering om ze veilig te houden. Onder andere tweejaarlijkse inspecties van onze waterkeringen. Daarnaast worden er ook nog allerlei andere afsluitmiddelen getest. Bijvoorbeeld afsluitmiddelen in leidingen van gemalen en inlaten. Keersluisdeuren worden getest op functioneren en op sterkte.